De auto was al zwaar beschadigd omdat hij door twee dranghekken heen was gereden. Hij reed dwars door de menigte heen en kwam tegen het monument De Naald tot stilstand. Een politieagent kon nog net op tijd wegduiken. Op de achtergrond is de koninklijke bus te zien. De bus reed na het incident omringd door beveiligers snel door naar Paleis Het Loo. Op straat liggen ernstige wonden. Sommige van hen worden gereanimeerd. Op het kruispunt zijn hulpdiensten snel aanwezig. De gewonden worden met doeken afgeschermd. De bestuurder is uit de auto gesneden en aangehouden. De ontzetting langs de route is groot. De stoet vertraagde. Op dat moment zie je mensen kijken. Agenten gaan bellen. En op dat moment krijg je flarden van communicatie te meer. En dan valt er stilte. Het merkwaardige is, de lach, ze verdwenen. Iedereen kijkt ernstig. Ja, we zaten gewoon op die tribune. En de koningin reed voorbij in de bus. Ja, in één keer was het stil. En toen zagen we op het scherm zagen we dat dus gebeuren. Ja, wij stonden met kleine kinderen stonden we ook vooraan. Dus ja, we hadden niet 100 meter verder moeten staan. Want dan, ja, dan had het ons ook kunnen gebeuren, zeg maar. Burgemeester De Graaf van Apeldoorn maakte even later bekend dat het officiële programma is afgebroken. De schrik en de beelden die de familie heeft meegekregen aanleiding zijn geweest om het officiële programma op dit moment af te breken. Het spijt mij bijzonder u dit te moeten melden. En ik ga mij nu naar het commandocentrum van de politie en de hulpverlening spoeden om een totaalbeeld te krijgen van de situatie. Koningin Beatrix heeft haar medeleven betuigd aan de slachtoffers en hun verwanten. De koningin zegt, mede namens de andere leden van de koninklijke familie, zeer geschokt te zijn door de gebeurtenissen. In het hele land zijn evenementen afgelast. De hulpverlening na het incident van 10 minuten voor 12 vanochtend, die kwam snel op gang. Kijkt u mee naar beelden die zijn gemaakt door een cameraman van RTL van enkele ogenblikken na het ongeluk. Hulpverleners van het Rode Kruis die verlenen meteen assistentie aan de hulpdiensten. Een aantal gewonden zijn later opgevangen in het Rode Kruisgebouw van Apeldoorn. Yeah.